conferentie is goed onderweg. De opening was spectaculair. En daarna zijn de deelnemers beneden hier in Duin en Kruidberg tezamen gekomen voor groepsoefeningen. Ze hebben net even flink de benen gestrekt. En nu zitten ze in kleine groepjes te praten over de 4 toekomstscenario's die bedacht zijn voor de universiteiten van Nederland. We zijn aan het nadenken over de toekomst. Niet omdat we weten hoe die eruit zal zien, maar omdat we ons best willen doen om zoveel mogelijk toekomsten de revue te laten passeren, zodat we goed voorbereid zijn op die toekomst. Het scenario van hypercompetitie en sterke private investering in hoger onderwijs en onderzoek. En dat betekent? Dat er om elke euro die door een universiteit uitgegeven kan worden, gevochten zou moeten worden. Zowel om studenten als onderzoeksopdrachten uit gevarieerde bronnen. En dat is van belang is om te kijken, hoe gaat een universiteit dat doen? Hoe gaan ze zich organiseren op een manier dat ze zich daarin staande weten te houden? Dilemma is bijvoorbeeld, wat kunnen we doen om te voorkomen dat regio's leerlopen? Hoe vinden wij een betere aanbinding van opleiding aan de regionale arbeidsmarkt? Wat zijn regionale behoeftes voor een universitaire omgeving? Dat is zeker een heel ander probleem in Limburg dan in de Randstad. Maar daarom moeten we ook hier passende oplossingen zoeken die toepasbaar zijn op verschillende regio's. Ons scenario is dat er niet zoveel competitie is. De universiteit heel open en toegankelijk is. En iedereen lekker lang kan studeren. En het eerste dilemma waar we mee bezig zijn is, hoe zorg je dat studenten toch gemotiveerd zijn om te studeren en af te studeren? Dit is een Europese variatie. En we hebben net even staan praten over het dilemma. Hoe kunnen we internationaal concurreren als het accent ligt op sociale uitdagingen? Nou, ik zou zeggen, wij kunnen zo een ziekenfonds exporteren. We hebben een top pensioensysteem. We zijn heel erg goed in het bij elkaar houden, sociale cohesie. Kunnen we zo exporteren? We hebben dus gepraat over mogelijkheden om internationaal mee te doen. En het aantrekkelijk te maken voor internationale spelers. Ja. Nou, wij vinden dat Nederland een heel aantrekkelijk land is voor internationale bedrijven, studenten, hoogleraren. Om hier actief te zijn. Misschien dat we het nog wel wat attractiever kunnen maken qua salariering, maar ook daar denk ik dat nog wel wat mogelijkheden liggen. Hoe kunnen we Nederland inderdaad ietsje attractiever maken? Door iets meer ruimte te bieden om echt hele excellente mensen hier naartoe te halen. Die ruimte is er overigens best. We praten altijd over die salarisproblemen, maar het is in Nederland ook heel goed mogelijk om meer te betalen als dat nodig is. En ik denk eerlijk gezegd dat universiteiten die dat nu al doen, het ook echt doen als investering in hun eigen toekomst, want die grote namen halen ook grote bedragen binnen voor grote projecten en binnen de kortste keren hebben ze dat salaris ook alweer terugverdiend.